Breda Nu. Je weet het meteen. Op uw plaatsen. Klaar. Bij mij Wouter Schelvis, voorzitter ONK, wat betekent dat? Ja, NK is Nederlands kampioenschap, dat weten de meeste mensen. De O staat voor open. Dat betekent dat ook anderen dan Nederlanders mee kunnen doen. En zelfs mee kunnen doen voor de Nederlandse medailles. Met alle respect, we hebben het over gehandicapte sport in de atletiek. Ja, het zijn atleten met een functionele beperking. Die hebben een lichamelijke beperking, die kunnen gewoon meedoen. Is dat open bewust gekozen dat je eigenlijk toch betere deelnemers hebt, alleen de Nederlanders? Nee, we kunnen een ongelooflijk mooi kampioenschap met alleen de Nederlanders doen. Maar het open heeft ook te maken dat het einde van dit jaar in september de Paralympics zijn in Rio. Een aantal mensen ook uit het buitenland, België, Duitsland, Spanje, Schotland en Zuid-Afrika, dat zijn ze, ook graag nog een limietpoging willen doen. Maar er wordt natuurlijk wel heel makkelijk over gedacht. Hè? Bijvoorbeeld Usain Bolt, die stapt in zijn privévliegtuig, flikkert die schoenen gewoon in zijn tas. Trouwens, die neemt hij helemaal zelf niet mee. En hier heb je heel veel mensen ook nog eens omheen voor de materialen te verzorgen enzovoort enzovoort. Nou, dat is zeker ook een probleem in de mobiliteit. Als je op pad gaat met een team met rolstoelbasketballers, om iets te noemen, heb je geen 2 auto's nodig, maar 6. Dus materiaal is een probleem. Maar wat je zegt, er zijn veel mensen omheen, coaches, begeleiders. En het, ja, dat maakt het in ieder geval zo dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen gaan sporten. Cor Nachtzaam, wat is je functie bij de Atletiek Unie op dit moment? Vandaag ben ik starter. Ik heb 3 officiële taken bij de Atletiek Unie. Dus wedstrijdofficial noemen ze dat. En ik ben daar scheidsrechter, wedstrijdleider en vandaag starter. Met gehandicapt is dat moeilijker starten als met gewone atleten? Ja, dat is moeilijker starten. Gewone atleten, als die in startblokken zitten, dan zitten ze helemaal stil. Maar gehandicapte atleten die hebben altijd een bewegingsfractie. En daar moeten wij dat op beoordelen. En dat is heel moeilijk. Bijvoorbeeld 100 meter, 400 meter, zijn het dan bijvoorbeeld alleen lopers? Zijn die in series ingedeeld of is het alleen wielers? Het zijn zowel lopers als wielers. De wielers zitten natuurlijk in een rolstoel. Die hebben echt een racestoel. En ja, dat is hartstikke mooi om te zien. En de lopers zijn gehandicapt. Sommigen hebben blades, sommigen lopen gewoon op hun eigen benen. Maar dat is allemaal heel verschillend. Klaar voor de start? Helemaal. Afleken, gereed maken. Op uw plaatsen. Klaar. De dames vertrokken in 3. Laihani in 4. Luna. De finish rond de 1-6. Vanuit 3, Laihani van de rol van AV sprint en dan ook de finish vanuit de baan. Bij mij Loene Jansen van Sportvrouwen tot tweede vandaag, hè? Ja, zeker. En het is best een goede tijd, denk ik. En ik ga nog op de 100 meter en de 200 meter en het kogelstoten nog komen. Dus daar hoop ik ook weer goede tijden neer te zetten. Wat is er nou zo jammer dat je dat niet kon halen, de 1:15:45 van die Belgische kampioenen? Het is natuurlijk altijd jammer dat je net dan... Heeft dat met de kracht te maken? Nee, denk het niet. Maar ik heb... wel voor mijn gevoel alles gegeven. En volgende keer gewoon weer eerste. Maar een goede tijdrijder vind ik belangrijker dan winnen.